En ik hoor hier de gewezen vicepresident, meneer Adin, zich volop uitspreken over de Oppenheimer leningen. Alsof $6 miljoen rente betalen, voorzitter, uit die Oppenheimer leningen niks is voor de samenleving, voorzitter. Ik heb een interruptie van lid Adin. Je kunt wel moedig zijn, of menen moedig te zijn als u maatregelen moet treffen. Maar even goed bent u dwaas als u ondanks de cijfers, de wetenschap en de feiten wijzen dat u op een falend en onheilzaam pad aan het betreden bent, u toch stug doorgaat. Voorzitter, het IMF is duidelijk, je hebt je tranche, je hebt je maatregelen voordaan, je krijgt je tranche. Lender of last resort is IMF. Je gaat niet de hele dag op EHBO zitten. Op het moment dat je klaar bent met een tranche, heb je voldaan en dan stop je als je wil, volgende tranche. Op het moment dat je klaar bent met een tranche, heb je voldaan en dan stop je als je wil, volgende tranche. U heeft dat ook gedaan. En daar is het wel disputabel waarom u gestopt bent. Kasreserve is nooit gestolen, moet een bewijs hier. Moeten we niet in principe direct tot orde roepen als er zoiets gezegd wordt, terwijl de centrale bank duidelijk bewijs heeft en aangetoond heeft dat het niet gestolen is. En tenzij u, want u bent een hele slechte recherche dan. Het geld heeft u nog steeds niet gevonden. Voorzitter, de dam is gratis overgenomen. De achterstanden van de rekeningen zijn betaald. 72 miljoen is bespaard bij de Oppenheimer leningen samen, 70 miljoen. Budgetair neutraal, dus u zou het altijd kunnen betalen met die besparing. Voorzitter, ook als u zegt beloften, dan komt u morgen zeggen, ja, maar de omstandigheden zijn veranderd. Dus u zegt daarmee, wel als de omstandigheden veranderen, dan mag ik mijn belofte breken. En dat kan niet. Dank u.